Een goeiedag en welkom bij de raadsvergadering van donderdag 28 mei. Welkom ook bij de voorbeschouwing. Niet vanuit het gemeentehuis, maar gewoon thuis achter de laptop. Totaal andere omstandigheden. Wel met dezelfde Elsa Weijenberg, de griffier. Niet alles verandert. Welkom Elsa. Dank je. De vorige raadsvergadering, dat ging via Zoom. Hoe is het bevallen? Ja, dat ging eigenlijk boven een verwachting goed. Boven verwachting zelfs. Ja, het is wel heel intensief om te vergaderen digitaal, omdat je elkaar niet ziet en je zit toch naar een schermpje te staren. Dus dat zijn toch wel lastige dingen. Maar het ging eigenlijk heel geordend. Ik had het idee dat iedereen kon ingelogd komen, iedereen kon meedoen de hele vergadering. Dus het was wel heel prettig, omdat je daardoor niet hoefde te zeggen van mensen, je bent ziek, blijf thuis. Maar iedereen kon ook gewoon echt meedoen en meestemmen. Ja. En de punten kwamen goed aan de orde. Het was natuurlijk wel anders dan in een gewone vergadering, omdat je het interrumperen, dus het inbreken op als een ander iets zegt wat je denkt van, daar wil ik iets over zeggen. Dat is wat lastiger. Maar verder, voor een eerste keer vonden wij het wel goed gegaan. Hadden jullie van tevoren nog veel moeten oefenen of niet? We hebben behoorlijk wat geoefend. Jawel, want we hebben natuurlijk sowieso zijn we bezig gegaan met hoe doe je het? Hè? Hoe doe je het technisch? Wat heb je ervoor nodig? Hoe moet je dat inrichten? Hoe zorg je ervoor dat iedereen dat ook kan? Want je hebt natuurlijk raadsleden die heel handig zijn met technische dingen. Maar er zijn ook raadsleden die daar eigenlijk nooit mee werken. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook één op één mee geoefend even. Om te kijken van, kun je erin komen? En hoe doen we dat dan? En kan ik je horen? Kan ik je zien? Waar loop je tegenaan? En we hebben ook nog een proefvergadering gehad daarvoor, om eens te kijken hoe gaat het nou als je met elkaar vergadert. Dat niet iedereen door elkaar spreekt en dat het een enorme chaos wordt. En Jullie waren niet bang om gehackt te worden? Nee, daar zijn we helemaal niet bang voor. Want op het moment dat je het goed regelt, en dat kan namelijk. We hebben ook echt een betaalde versie genomen. We hebben goed nagedacht over de inrichting. We werken met het inloggen via een password. En bovendien kan iemand bij ons niet direct in de vergadering komen. Want ik zie iedereen verschijnen in een soort wachtkamer. En dan laat ik iemand toe. Dus ik zie ook wie ik toelaat in een vergadering. En mocht het nou toch ongeluk fout gaan, kan ik ook iemand er gelijk weer uitgooien. Dus de kans dat daar iets gebeurt is heel klein. En ik zeg klein, omdat alles wat je digitaal doet natuurlijk altijd wel gek kan worden. Daar loop je altijd een risico, maar de kans dat dit gebeurt is bij ons. Omdat het natuurlijk ergens gebeurd is in een gemeenteraadsvergadering, denkt niet iedereen dat het overal gaat gebeuren. Maar dat was ook geen hack. Dat is wel een hack genoemd, maar dat was geen hack. Als je namelijk een link en de website gooit om in te loggen en jij komt direct zo bij ons in de vergadering en je kunt er zo plaatjes op zetten, vind ik geen hek. Het is niet netjes dat je dat doet, want je bent niet uitgenodigd om aan een vergadering mee deel te nemen. Dus het is wel onbehoorlijk, maar het is niet zo dat je in de vergadering zit te kijken hoe kan ik nou in die vergadering komen, want het was heel makkelijk. Het was gewoon een kwestie van op een link drukken. Duidelijk, probleem opgelost. Dat kan bij ons dus niet. Nee, is er ook al een cursus geweest hoe dat alle gemeenteraadsleden in de camera moeten kijken? Want de ene kijkt naar het plafond en de andere kijkt opzij en de derde die zit er veel te ver dichtbij. Ja, nou we hebben wel met het oefenen ook daar natuurlijk op gelet. En vervolgens gewoon een soort handleiding of een soort richtlijnen. Waar let je op? Hè? Let op je achtergrond. Let op dat je in de camera kijkt. Zorg dat er geen mensen achterlangs lopen zitten in een rustige ruimte. Zorg ervoor dat je wifi goed is. Want als je partner gaat zitten Netflixen, dat ligt natuurlijk een enorme claim op je wifi-verbinding. Dus liever niet, want dan kun je wegvallen. Dan heb je een probleem. Dus dat soort tips en tricks hebben we allemaal wel gegeven. Ja, en vervolgens gebeurt het in de vergadering zelf. En dan ligt het eraan hoe iemand zich gedraagt in de vergadering zelf. En dan snap ik wel dat je soms wat in de vergadering zit. Want kijk, ik praat nu tegen jou zonder stukken. Maar een raadslid heeft natuurlijk wel altijd. Die kijkt even opzij naar zijn stukken. Of met een iPadje ernaast. Ja. Of een papier ernaast. En als je dan even iets dichterbij komt, dan schuif je er even naartoe. Dus ik snap wel dat dat gebeurt.
Ja, dat hoort een beetje bij digitaal vergaderen. Net zoals mensen in de raadzaal ook nooit stilzitten. Hè? Alleen dan staat de camera er iets verder af en dan valt het wat minder op. Ja, nee, ja, je zei het net zo mooi over niet de drukke achtergrond. Maar die hint die had mij nog niet bereikt, want het is hier heel druk hierachter. Ja. We gaan naar de raadsvergadering met heel veel moties van tot een avond met moties. Hè? Ja. Heel bijzonder eigenlijk. Ja, het is... Insprekers? Niet, hebben zich niet gemeld. Nee. Heel snel aan voorbij gaan. Ja. De discussiestukken vanavond, er staat een stuk regionale samenwerking 2021-2024, maar dan loopt dat door tot 2030. Regionale samenwerking, waar wil men over praten bij die regionale samenwerking, Elsa? Nou, het gaat vooral om... Het gaat om een heleboel gemeentes, hè? Ja, het zijn 17 gemeentes en 2 waterschappen die de handen in elkaar dragen om te kijken van wat kunnen wij nu gezamenlijk bereiken. Want als iedereen het binnen zijn eigen gemeentegrenzen doet, ja, dan kun je van alles vinden, maar dan kom je soms niet verder. En ja, zaken als lucht, geluid, verkeer, heel veel van die zaken houden helemaal niet op bij een gemeentegrens. Dus je bereikt veel meer als je samenwerkt. Zeker ook als je bijvoorbeeld zou moeten gaan lobbyen bij de provincie of bij het Rijk. Ja, dan kun je dat beter met een grotere groep doen. En met hetzelfde plan. Want als iedereen met eigen plannetjes komt, ja, dan ziet niemand door de bomen het bos meer. En dan krijg je dus eigenlijk niks voor elkaar. En terwijl je het samen doet... Dan wie overleggen dan met elkaar, Elsa? Dat zijn de portefeuillehouders van... Ja, het ligt er een beetje aan welke groep het is. Maar over het algemeen zijn dat de portefeuillehouders van de verschillende gemeentes. En de regionale samenwerking is ook onder voorzitterschap van de burgemeester van Den Bosch. Hmm. Dus het is best een groep met body, zal ik maar zeggen. Een stevige groep die wel wat in de melk te brokkelen kan gaan hebben. Zeker, want 70, je zegt 70 gemeenten, dus dat is een hele flinke regio. Dat is een hele grote regio, ja. Ja. En daar is ook bewust voor gekozen om te kijken van hoe kun je nou zaken op de kaart zetten. Als het gaat over wat agri-food genoemd wordt. Maar wat dus de duurzame landbouw en de veredeling van gewassen. Maar ook verkeer. Hè, hoe zorg je nou dat de ontsluiting van de regio goed is. Je moet je voorstellen, die regio loopt van pak een beet Kuiken naar Den Bosch. Dus het is echt een flinke regio. Hoe zorg je nou dat de ontsluiting goed is? Hoe zorg je dat onderwijs goed is, op elkaar afgestemd is? Hoe zorg je voor een goede samenwerking met het bedrijfsleven? Dat zijn allemaal de componenten die erin zitten om te zorgen dat je daar als regio goed voor komt te staan. Ja. Qua werkgelegenheid, economie. Het is eigenlijk dan een beetje een herindeling, maar dan op vrijwillige basis. Ja. Ja. Het is. Nou ja, een herindeling is ook op vrijwillige basis, hoor. Maar... Nee, je snapt wat ik bedoel. Maar dit is... je kijkt dan waar heb je gemeenschappelijke belangen en hoe kun je daarin samen optrekken om de goede dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is wat je met regionale samenwerking... Wat mensen ook al zo gezegd hebben, van als je zo samenwerkt, dan hoef je niet eens... De eigenlijke herindeling hoeft dan niet eens. Hè? Maar goed, dat terzijde. De RBP komt met de motie. Waar gaat dat over, Elsa? Dat gaat... En waar zo stopt nog, ja. Ja, dat gaat over wat aanvullingen. Kijk, de raad gaat erover dat het geld beschikbaar wordt gesteld voor de komende periode. Daar gaat het punt van af. Ja, verder is het zo dat de plannen die gemaakt worden, die worden juist samen met het bedrijfsleven en het onderwijs en alle partners gemaakt. Dus daar kun je als raad wel iets aanleveren, maar je hebt er geen eindoordeel over te geven. Want ja, je kunt niks zeggen over onderwijsinstellingen en dergelijke. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel goede ideeën inbrengen. Nou, dat is natuurlijk wat je met moties dan ook doet. En een amendement op doet. Om te zeggen van, nou, wij willen dat hier graag extra aandacht aan wordt besteed. En wij vinden dit belangrijk. Ja. Nou, de motie van de RPP gaat over verkeer en vervoer. Ja, precies. En dat zijn de dingen die er is. En dat is eigenlijk de eerste keer geweest in de regio. In februari, voor de corona, is er nog een bijeenkomst geweest. Een grote bijeenkomst. Van de raadsleden van al die 17 gemeentes bij elkaar. Om eens te praten over deze voorstellen. En om van elkaar te horen wat ze ervan vinden. En waar er eventueel problemen zitten. Of dingen die andere raden belangrijk vinden. En om die bijeenkomst zijn er ook een soort moties ingediend. En daar konden anderen op reageren.
En van die moties waar een suggesties noemden we dat eigenlijk, waar een meerderheid werd gehaald, daar is van gekeken van nou, misschien is dat wel goed om dat ook op te gaan nemen in die plannen. Want als zoveel gemeentes dat dan vinden en dat met elkaar delen, dan is het iets wat speelt. Dus dan is het belangrijk dat we het op gaan nemen. Nou, en dat zijn die punten uit het addendum die bijvoorbeeld in het amendement van RPP ook staan. Dat zijn die punten waar ik zeg, nou ja, daar wil je dus aanvullend samen in optrekken. Ja. Dus dat is iets wat de gezamenlijke raden allemaal bij elkaar hebben gezegd. Nou, dat is dus een idee dat we willen gaan doen. Maar die gezamenlijke bijeenkomst, dat is natuurlijk geen raadsvergadering. Daar konden geen echte besluiten genomen worden. Dan moeten de echte, elke losse raad, zal ik maar zeggen, die moet dan zelf het besluit nemen van ja, dat vinden wij ook. En de regio, daar moet je mee aan de slag. Oké, nou toch over moties hebben. Er zijn zelfs 3 moties aan de orde. Vreemd aan de orde. Van waar die rare naam, Elze? Motie vreemd aan de orde. Ja, klinkt vreemd, hè? Ja, de orde betekent dat het eigenlijk niet op de agenda stond. Dus dat het los van de oorspronkelijke agenda is ingediend. De agenda wordt vaak al van tevoren gemaakt, een paar weken van tevoren. En dan wordt dat in de krant gezet. Mm-hmm. Daar gaat de raad het over hebben. Raadsleden kunnen dat voorbereiden. Dat zijn vaak de punten die aangeleverd zijn door het college en voorbereid zijn door het college. Ja. Nou kunnen raadsleden zelf ook voorstellen indienen. Nou, dat kan op een agendapunt dat door het college is aangeleverd. Dan wordt het daarbij gevoegd, want dan stond dat agendapunt al op de agenda. Maar het kan ook zijn dat het iets is waar ze zeggen, ja, wij vinden dit belangrijk, het staat niet op de agenda, maar we willen het toch met elkaar over hebben en we willen iets bereiken. En dat is dan vreemd aan de orde. Dus in de orde van de vergadering was dit nog niet opgenomen en wordt het aangevuld. En daarom staan ze ook als laatste op de agenda. Het is heel simpel en een hele bijzondere naam, mag je wel zeggen. Ja. Het RPP die wil een vuurwerkshow in Reek. Daar hebben ze het heeft zelfs de krant al gehaald. Ja. Vuurwerk afsteken met drones. En wat wil men met die motie? Waarom heeft men die ingebracht, Elsa? Even te samen, ze willen een vuurwerkshow in Reek, waarbij heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Hè? En een ontmoetingsplek. En omdat het dan, als men mensen niet mag, dan maar met drones. En wat wil men daarmee? Nou, wat ingebracht is, is dat het als heel waardevol ervaren is, zoals Reek explodeert de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Alleen dat mocht qua veiligheid niet meer. En dat werd als heel jammer ervaren. En vandaar dat er eigenlijk een oproep kwam. Het is zo waardevol dat mensen bij elkaar kunnen komen bij het het einde van het jaar vieren en het begin van het jaar. De uitluiden van het oude jaar, vieren van het nieuwe jaar. Ja. Zo waardevol dat mensen bij elkaar kunnen komen in een dorp of een kern of waar dan ook. Het is hartstikke fijn dat vrijwilligers daar actief mee aan de slag gaan. Het is een hartstikke leuke activiteit. Het kan ook best heel veilig zijn. Mm-hmm. Veiliger dan individueel afsteken, waar ook altijd gedoe over is. Dus eigenlijk is het doel van een hele veilige omgeving creëren, maar het mag formeel niet. Dus het idee was, college, denk er eens over na om dat mogelijk te gaan maken. En dan niet alleen voor Reek, maar gewoon voor heel landen. Zodat alle kernen, alle dorpen kunnen genieten van die mogelijkheid om voor een vuurwerkshow. Alleen ja, toen kwam corona. Maar even terug, het college heeft die bevoegdheid om dat toe te staan. Het college, er moet natuurlijk een vergunning verleend worden, sowieso. Maar het college kan natuurlijk ook uitzoeken wat er aan mogelijkheden is en wat er voor nodig is. En of er geld voor nodig is, ja of nee. Dus wat je nodig hebt om iets mogelijk te maken en wat er wel en wat er niet kan. Dus dat is de opdracht aan het college. Zoek uit wat er kan en wat er niet kan. Want we willen graag iets, maar de raad gaat niet over hoe je het doet. De raad gaat over wat je wil en hoe je het doet. Dat moet dan het college uitzoeken. Dus de opdracht is aan het college dan, als die motie wordt aangenomen. Mm-hmm. Zoek uit hoe we iets leuks kunnen gaan organiseren. Vuurwerkshow, dan wel, omdat we nu corona hebben. En misschien niet verstandig is om met een grote groep bij elkaar te komen. Misschien een alternatief als een droneshow. Ja. Dat is duidelijk wat men wil van de raad en van het college. De andere gaat, een tweede die gaat over overlast crossmotoren bij het zandwindgebied van de firma Hofmans. Wordt ingediend door Progressief Landert. Men zegt er zijn al jaren klachten en er wordt veel te weinig aan gedaan. Dus men wil graag dat het college en dat er meer aan gedaan wordt.
Ja, nou, er zijn inderdaad al jaren klachten. Het is lastig aan te pakken, blijkt elke keer. Ja. En begin mei is er, dat heet ook al in de krant gestaan, zijn er gewoon opleggers met crossers uit het westen van het land gekomen om eens lekker te gaan crossen. Daar was bij dat voor het eerst dat het op deze schaal gebeurde, dat er mensen uit de Randstad hier kwamen crossen? Of gebeurde dat eerst ook wel? En nou, het gebeurt wel vaker, alleen het bijzondere van mij is natuurlijk wel dat er een hele grootschalige actie is geweest en dat er heel veel opgepakt zijn. Het viel dan meer op natuurlijk, omdat dat vanwege corona niet mocht. Nou, dat is het voordeel, dat je op grond van de noodverordening natuurlijk ook wel makkelijker mensen ook wel weer aan kan pakken, maar daarmee heb je ze nog niet. Want het probleem natuurlijk bij die crossers is dat ze heel erg snel weg kunnen zijn en overal in kleine bolspaadjes kunnen verdwijnen. Dus wat er toen natuurlijk ook is gebeurd, is dat er een grote actie op touw is gezet en ze eigenlijk klem gezet zijn, waardoor ze heel veel crossers hebben kunnen pakken. En dat is, nou ja, ik hoop dat dat een goede waarschuwing is voor mensen. Van ja, je komt er niet zomaar mee. Maar ik heb waar ze er alweer. Ja, nou ja, ze proberen het toch. En dat is dus de reden dat er gezegd wordt, ja college, ga toch kijken wat er nog meer mogelijk is om het te voorkomen. Want het zorgt voor een enorme overlast, zowel voor de aanwonenden als ook voor het hele ecosysteem. Hè. De hele natuur leidt er ook enorm onder. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt, wat men in feite dan na al die jaren, dan inderdaad, wat men dan wel kan doen. Ja, ja, ik ook. Dus we zullen horen wat de positie daarop te dan zeggen. Dan is er nog een motie, ook weer vreemd. Hè? Die gaat over, die heeft wel met corona te maken, COVID-19, hè, kunnen we ook zeggen. De CDA komt met de motie, men wil graag kijken waarom dat onze regio zo hard getroffen is door het corona. Ja. En ze willen dat het college daar aandacht aan blijft besteden en dat ook goed op de agenda blijft houden. Hoor ik daar de Q-koers ook een beetje in doorklinken, Elsa? Daar zit altijd de ervaringen van de Q-koers bij, ja. Ja, dat heeft er enorm in gehakt. En dat speelt mee. Wat mij opvalt, maar dat is... En dan niet omdat Q-koers een per definitie een relatie heeft met COVID, hè, maar wel van wat hebben we daarvan geleerd en hoe alert willen we zijn op het moment dat er iets gaat spelen. Ja. En dan zit natuurlijk het spanningsveld wel in van ben je alert of ga je overdrijven of doe je niks? Hè? Want daar zit een hele schaal in. Nou, hier wordt er een voorstel gedaan om vooral ook alert te blijven op... Maar we willen toch ook wel graag onderzoeken waarom het komt natuurlijk dat het juist deze regio is die zo hard getroffen is. Ja, nou en dat is dus ook de vraag aan het college. Hou dat scherp, want dat kun je niet als land het zelf hebben, want daar heb je de deskundigheid ook helemaal niet voor. Maar waar het dat kan dus ook de veestapel zijn, want dat wordt hier niet genoemd terwijl het in andere gemeentes wel genoemd is. Ja, maar dat is allemaal niet aangetoond. En daar gaat het dus om dat er goede onderzoeken komen en dat je dat met elkaar... Een neutraal onderzoek naar alle oorzaken. Maar een onderzoek moet je aan de voorkant een onderzoeksvraag stellen. Als je een bepaalde vraag niet stelt, krijg je het antwoord er niet uit. En eigenlijk wordt er hier gezegd, zorg dat die vraag op tafel blijft liggen en zorg dat er een antwoord op komt. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd waar dat toe leidt. Nog heel even terug, de grondprijzennota staat nog op de agenda, maar dat is heel simpel, want dan gaat het over wat de grondprijs is in Schaikreek en Zeeland. En waarbij Reek, kunnen beter Reek gaan wonen, dat is iets goedkoper, hè? Ja, de hele grondprijzennota is gebaseerd op gedifferentieerde prijzen, zoals ze dat noemen. En dat gaat erom dat je betaalt voor een kavel wat die waard is. Dus dat betekent dat er een taxateur naar gekeken heeft, om te kijken heeft, wat is nou de waarde van die kavel op die plek. Ja. Daar is een voorstel over gemaakt. Duidelijk. Dan blijft er nog over, tot slot, de regionale energiestrategie. En dat is ook weer regionaal. En dat is een gezamenlijke energiestrategie. Ja. Meer is het, dat is komt het. Voort, ja, dat komt voort uit het klimaatakkoord. Eis van de overheid. Ja, dat is een eis van de overheid. We moeten terug hè, in CO2-uitstoot en duurzamer, klimaatneutraal, dat soort gereten, zeg ik even. Die we vaak horen, waarvan we heel vaak niet goed weten waar het nou precies voor staat.
Maar het betekent dat gemeentes meer hun eigen moeten zorgen dat ze ook hun eigen energie opwekken. Of dan wel besparen, hè, want daar kan het ook in zitten. En wat er nu gebeurt is dat er wettelijk gezegd is, we pakken het regionaal aan. Want gemeentes zijn vaak te klein om dat binnen hun gemeentegrenzen op te lossen. En niet iedereen zal alles kunnen, maar als je het in de regio pakt, dan kun je wel met elkaar wederzijdse afspraken maken. De ene dit, de ander doet dat en dan pakken we dat beter op. Nou, er moet dus regionaal een zogenaamd conceptbod naar het Rijk toe. Om te zeggen van, nou, wij denken dat we dat als regio zo op gaan lossen. Wij willen dat zo op gaan pakken. En we willen zoveel gaan besparen. En daar windmolens en daar zonne-energie, dat hoort erbij. Wat zeg je? En daar zonne-energie en daar windmolens. Nou, dat nog zo concreet nog niet. Zo concreet wel, veel energie willen we opwekken, maar nog niet waar het dan precies komt. Mm-hmm. Want het conceptbod gaat er even om dat je het gaat doen. En dan ontkom je niet aan zonne-energie en windenergie. Hè? Want de opgave is heel erg groot. Dus er moet echt heel veel gaan gebeuren. Maar even tussen haakjes, hoe groot die opgave is, dat blijkt vanmorgen wel uit de krant. Dat het met de natuur in Nederland helemaal niet goed gaat. Weet je, er komt elke keer wat bij. Dit gaat even over het klimaatakkoord en de opgave. Die moet naar het Rijk toe. De Rijk gaat daar iets van vinden of de regio voldoende doen of dat nog bijgeschaafd moet worden. Die krijgen een reactie terug. Ondertussen gaan de gemeentes zelf en de regio zelf aan de slag. Hoe doen we dat lokaal? Hoe doen we dat per gemeente? Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Hoe gaan we dus aan dat conceptbod voldoen? En dan komt dat daarna, en dat zou eerst in het najaar zijn, maar naar mijn idee is dat nu begin volgend jaar geworden, moet er een definitief bod naar het Rijk. Oké, we hebben het nu uitgewerkt, dit gaat het worden. Dit gaan wij doen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. En dat zijn de afspraken zoals ze daarin staan. Dus nog niet allerlei nieuwe dingen die erbij komen, want dan, ja, dan blijf je in een cirkeltje rondrollen. Wel niet. Het gaat nu even over dit stuk. Waar gewoon hard aan gewerkt wordt om te kijken wat is daarvoor nodig. En nu is het dus eerst de totale besparing voor de regio waar een hamer op gegeven moet worden. En dat moet uitgewerkt gaan worden. En wat betekent dat dan in zonnepanelen op daken, zonneparken, windmolens, besparing van energie. Wat je verder nog kan bedenken om aan goede dingen. Ja. En dan is de vergadering voorbij, denk ik. En dat hopen we wel, want een digitale vergadering, een lange digitale vergadering is een enorme aanslag op je concentratievermogen. Dat lijkt mij ook. Ja. Terwijl door al die moties het op zich al langer zou kunnen duren als het een normale vergadering was met allemaal mensen die bij elkaar zitten. Goed, dit was onze eerste digitale voorbeschouwing, mag je wel zeggen. Eigenlijk hopen maar dat het ook de laatste is, maar dat denk ik nog niet. Het zal nog wel een keer gebeuren, maar goed, dat wachten we maar af. Ik heb het idee dat de zaken duidelijk uiteengezet zijn, Elsa. Daarvoor dank. En ik zou zeggen, jullie en iedereen thuis voor vanavond een hele prettige en leerzame en interessante raadsvergadering. En hopelijk mag alles goed gaan. In ieder geval, wat mij betreft, dank je wel. Jij ook bedankt.